Hier zo zat mijn voet ongeveer tussen de spaken. Toen dacht ik, auw. In Amsterdam komen elk jaar 360 kinderen met hun voetjes tussen de spaken. Meer dan de helft van de ouders hebben geen goede spaakbescherming op hun fiets. Ook al denkt men vaak van wel. Dit komt deels omdat stoeltjes gekocht worden als kinderen klein zijn. Pas later zijn de beentjes zo lang dat het gevaarlijk wordt. Ik had mijn oude fiets gepakt, want mijn goede fiets die was bij mijn man in gebruik. En ik heb nog even in een flits gedacht, goh, dat oude barreltje, kan dat eigenlijk wel? Nou ja, er zit een kinderzitje op en hij is al zo groot en het is maar zo'n klein stukje. Nou, dat kan wel. Tot die hobbel kwam en de steuntjes die dus niet meer goed vast bleken te zitten, achterover sloegen en zijn voet echt finaal in het frame van de fiets draaide. En zelfs toen had ik nog niet in de gaten hoe erg het was. Maar ik moest het voetje losdraaien uit het frame. Toen ben ik wel heel erg geschrokken. Een voetje tussen de spaken kan voor lelijke verwondingen zorgen. Op de eerste hulp van het OLVG zien ze dat vaak. Wij zien in de zomer ongeveer 3-4 kinderen per dag met een spaakverwonding binnenkomen. En dat kan dan variëren van oppervlakkig tot echt hele lelijke verwondingen. 30% heeft ook daarbij kneuzingen en inwendig letsel. En nog weer 30% van de kinderen heeft botbreuken. Wij vinden het allemaal heel erg belangrijk om hier aandacht aan te geven, omdat het te voorkomen is. De verwondingen zijn makkelijk te voorkomen met een goed stoeltje of spaakbescherming. Waar moet op letten bij de aanschaf van een kinderzitje? Punt 1, hij moet goed vastzitten. Punt 2, de ouders moeten erop letten dat de voetriempjes goed vastzitten, dat de gordeltjes goed vastzitten. En niet te vergeten, ook de spaakbeschermers die moeten op de fiets zitten. Zo kunnen de voetjes goed beschermd worden. Let erop bij de aanschaf van een tweedehands kinderzitje dat je daar ook een spaakbeschermer op zet. Want anders is het kinderzitje niet afdoende veilig. Bijvoorbeeld bij deze fiets zie je een oud kinderzitje. En die kan je al heel eenvoudig met een spaakbeschermer vanaf 15 euro kan je het alweer veilig maken. En voor meer informatie kunt u kijken op amsterdam.nl/verkeersveiligheid.